Ja, onze slogan is Achilles scoort met plezier. En wij zijn een vereniging die al 100 jaar bestaat. Ja, en korfbal en plezier en presteren, dat is voor ons het allerbelangrijkste wat er is. Het korfbal is ook een supersnel spelletje. Dat heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Is vanuit tactisch oogpunt en strategisch. Er zijn heel veel veranderingen in doorgevoerd de laatste jaren. Ja, kom het eens proberen zou ik zeggen, want het is echt superleuk. Je kan eigenlijk al vanaf 3 jaar kan je al beginnen met korfbal, want er zijn verschillende teams. Zo hebben we bijvoorbeeld de kankeroetjes. Dan kun je echt op je allerkleinste niveau kan je al spelende wijze in aanraking komen met korfbal. We hebben onze F'jes en dan ga je ook beginnen met wedstrijden spelen. En zo hebben we eigenlijk meerdere teams, dus hoe oud je ook bent, je kunt eigenlijk altijd wel beginnen met korfbal. En daarnaast, met korfbal vind ik het ook heel erg belangrijk dat je je ontwikkelt. Dus als je dat leuk vindt om je te ontwikkelen, bijvoorbeeld tot jeugdtrainer of je wilt coach worden, kan dat ook. Want in samenwerking met het sportbedrijf en de Korfbalbond bieden we ook regelmatig opleiding aan. Dus ook daar kun je in groeien. Onze vereniging is de laatste jaren ook enorm gegroeid. Onze accommodatie is hartstikke mooi geworden. We hebben een nieuw kunstgrasveld, nieuw terras. Het clubhuis is recent helemaal gerenoveerd. Dat ziet er echt tip-top, fantastisch mooi uit. En eigenlijk wat wij, dat hebben we niet alleen gedaan, dat doen we met z'n allen, met onze vrijwilligers. Daar hebben we het zo mooi voor elkaar gemaakt. En samenwerken, dat is eigenlijk een kernwaarde die in alle facetten bij onze vereniging terugkomt. En eigenlijk ook wel in het korfbalspelletje terugkomt. Want bij korfbal moet je namelijk samenwerken, anders kun je niet scoren. We vinden het ook heel erg leuk om naast korfbal andere activiteiten te ontplooien. Zo hebben we bijvoorbeeld regelmatig een jeugdkamp. Elk jaar gaat de jeugd dus op kamp. We organiseren clubquizzen, jeugdbingo's, maar ook wat er in ons opkomt organiseren we voor onze jeugd. En wat we ook heel erg leuk vinden, wat we regelmatig doen, is dat we erop uittrekken. Zo bezoeken we scholen om trainingen te geven, nodigen scholen uit op ons complex. Dus eigenlijk laten we ons aan allerlei kanten zien. En wil je nou ook meer van ons zien, dan kan dat zeker, want we zijn ook heel actief op social media. Je vindt ons bijvoorbeeld op Instagram, op Facebook, maar ook onze eigen website is heel actueel. En daar vind je trouwens ook alle extra informatie over onze vereniging. Bijvoorbeeld hoeveel leden we hebben, hoe je lid kunt worden, maar ook meer informatie over hoe je kan aanmelden of eens een keer een proeftraining kan bijwonen. Dus ik zou zeggen, durf je het aan om te komen korfballen bij ons of wil je gewoon eens snuffelen, meld je aan, neem contact met ons op en hopelijk zien we je een keer hier aan de Koedijk.